Vandaag, 29 januari 2020, is dus de opening van het eerste Dorcas regiocentrum Apeldoorn. We zijn in een regiocentrum dat een kringloopwinkel, een taalcentrum en een logistiek centrum bevat. In dat Dorcas regiocentrum werken we met heel veel vrijwilligers, heel veel enthousiaste mensen. Jullie zijn het die het Dorcas regiocentrum letterlijk hebben opgebouwd. Geboren uit bewogenheid van een paar mensen die iets wilden doen voor de naaste, veraf en dichtbij. Dorcas richt zich hoofdzakelijk op het buitenland. Maar we zijn ook in Apeldoorn actief. Dus dichterbij. We hebben een taalcentrum opgezet. In nauwe samenwerking met Lucrato, het werkbedrijf van de gemeente Apeldoorn, ondersteunen we nieuwkomers in hun taalontwikkeling. Ze leren 's morgens de Nederlandse taal en 's middags zijn ze werkzaam in onze winkel. En dat kan op alle afdelingen zijn. We hebben een logistiek centrum vol met goederen. Niet alleen voor onze eigen winkel, maar ook landelijk. Als andere winkels iets nodig hebben. En dat hoeven niet altijd de verkoopgoederen te zijn, maar dat kunnen ook hele andere goederen zijn. Heb je stoelen voor in de winkels nodig of andere goederen, je kunt ze hier bij ons verkrijgen. In deze winkel werken bijna 100 vrijwilligers, maar we moeten groeien naar 150. Dus we hebben er heel wat nodig op de verschillende afdelingen.